de klapstoel. Twee lege stoelen. Een mooie plek voor een verrassend gesprek tussen een gedeputeerde en een inwoner. Dag Peter. Dag. Aangenaam om met u kennis te maken. Ja. Nicole, aangenaam. Zeg, je hebt vorig jaar een opleiding gevolgd bij JAT. Ja. Jongeren actief in de thuiszorg. Klopt. Hoe is u dat bevallen? Was dat goed geweest? Heel leuk. Ik werk bij het Vlemingveld nu. En ik ga bij mensen thuis helpen. Allee, oude mensen of behoevende mensen. En ik help hun in hun huishouden, zoals poetsen, strijken. En als nodig is, boodschappen. En doe dat wel graag. Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk die opleiding gevolgd. En dan heb je onmiddellijk na die opleiding een job gekregen. Een job gekregen, direct. En dat doe ik wel graag. En ik zie die mensen graag. Dus. Dat zie je ook bij u, dat je dat echt heel graag doet. Ja. En dat is exact datgene wat we willen bereiken met die opleiding. Ja. We hebben deze opleiding samen met de stad Antwerpen en de VDAB helemaal op poten gezet. Nu gaan we als provincie dat ook uitrollen naar de regio Mechelen, de regio Kempen, om precies zoveel mogelijk jonge mensen naar die zorgsector te leiden. En we gaan ook proberen om de zorgbeurs die we altijd georganiseerd hebben en die toch wel 1000 leerlingen altijd trok, om die opnieuw te gaan herbekijken zodanig dat we nog meer mensen, jonge mensen, kunnen bereiken om ervoor te zorgen dat zij, net zoals jij, die opleiding volgen en dan ook een job kunnen vinden wanneer dat ze die opleiding gedaan hebben. Ik heb nog een vriendin die wil in dat sector werken. Ja. Ja. Heel goed, ze is welkom, want in december starten we nog met een nieuwe opleidingscursus. En we hebben alle mensen nodig om dan te kunnen beantwoorden aan die grote zorgvraag. Dus absoluut, laat haar maar langskomen. Dan geef ik aan mijn vriendin door. Prima, dat is tof. Heel tof. Dus Peter, we zijn alle twee goed bezig. Ja, dat vind ik. En bedankt voor de gesprek. Ik dank u en ik wens u heel veel succes. Bedankt, dat is graag gedaan. Dag. Dag.